Het is donderdag 25 juli 2024. Midden in onze vakantie die afgelopen vrijdag 19 juli begon met een werktripje naar Dublin voor een rollerskate event. En hoewel het nu, een paar dagen verder, lijkt alsof er helemaal nooit iets is gebeurd, vind ik het toch deze audio pitstop waard om vast te leggen wat we hebben meegemaakt. Want het bleek een dag om niet meer te kunnen vergeten. Maar in de vluchtige werkelijkheid waarin we vandaag de dag leven, vroeg ik aan Mariska dinsdag, na het weekend en voldoende slaap, om voor nu in de notendop uit te leggen hoe vrijdag de 19e een soort van de 13e leek. Kan jij eventjes in het kort uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurde vanaf het moment dat we 's ochtends vroeg met goede moed richting Schiphol gingen? Ja. Je weet wel dat wij vrouwen altijd iets langer van stof zijn dan mannen. Hè? Neem je tijd. Omwegen maken. Oké, dus vrijdagochtend moesten we om 9 uur op Schiphol zijn. We gingen met onze eigen auto daar naartoe. En er waren al allerlei waarschuwingen geweest dat het de drukste dag van het jaar zou zijn vanwege de start van de vakantie. Ja. Dus je bent altijd heel erg voorbereid. We reden met de auto naar Schiphol. Dat was zonder file. We gingen door de douane heen, supersnel, echt heel snel. Mm-hmm. En toen paspoortcontrole, dat was zo nog sneller. En daarna gingen we naar het, de plaza noemen ze dat geloof ik. En dan gingen we even koffie drinken en wachten op onze vlucht. En terwijl we aan het praten waren over hoe snel wij dat toch geregeld hadden op die allerdrukste dag, toen begonnen er berichten te komen dat er vluchten gecanceld zouden worden en verplaatst vanwege een wereldwijde computerstoring. Ja, en even voor de goede orde, dit was vrijdag 19 juli 2024. Ja, ja. Op jouw verjaardag. Oh, als ja. We dan toch... ja. Dus een computerstoring. Maar ja, dat klonk voor ons toch nog een beetje vaag. En wij keken op het bord waar onze vlucht op aangemeld stond. En die stond nog steeds op dat hij gewoon door zou gaan. Vliegtuigen vertrekken. Ja. Ja. Niet zoveel meer, hè? Op een gegeven moment werd het heel rustig daar buiten. We zagen wel op het bord dat er steeds meer vluchten vertraagd waren. En ook... helemaal gecanceld. En op een bepaald moment werd het dus duidelijk dat onze vlucht ook gecanceld zou worden. Ja. Nou, omdat wij natuurlijk in Dublin moesten zijn op zaterdag, begon het een klein beetje zo van oké, en wat gaan we nu doen? Nou, we werden naar een balie gestuurd en eerst moesten we proberen op allerlei machines om onze ticket te verplaatsen, dus om de plek te verplaatsen, maar ja, die werkte natuurlijk ook niet, nee. Want die hadden hetzelfde probleem met de computer. Toen werden we naar een balie gestuurd, daar hebben we een tijd lang zitten wachten. Met allemaal mensen die redelijk ergens naartoe moesten. Dus het werd een beetje rumoerig. Ja. En op een bepaald moment werden we ook daar bij die balie weggestuurd, omdat de mensen van de luchtvaartmaatschappij zeiden, ja, wij kunnen niks meer voor jullie doen. Probeer telefonisch contact te leggen. Net als dat we altijd in 1980 moesten doen. En ondertussen hebben we wel steeds op die app gekeken, maar ja, die werkte natuurlijk ook niet meer, want dat was ook, dus daar stond eigenlijk alleen maar rode letters op van vluchten vertraagd. Digitaal was het sowieso kansloos. We waren kansloos. Ja. Nou, terwijl we in die rij stonden, zijn we toch maar gaan bellen met de luchtvaartmaatschappij. En toen kreeg jij van degene die je aan de telefoon had de mededeling dat wij om 5:30 een vlucht konden nemen vanuit Brussel naar Dublin. En dan zouden we dus om 1:30 ongeveer een vlucht van Schiphol naar Brussel nemen. Nou, dus wij naar die vertrekhal en we zaten daar en het leek alsof die gewoon door zou gaan, maar een kwartier voordat die zou opstijgen stond daar ook dat die gecanceld was. Geannuleerd was, ja. Ja. Toen hebben we het briljante plan bedacht om de trein te nemen naar Brussel. Dus we zijn heel snel naar het treinstation gegaan. Ja. Daar hebben we een kaartje gekocht, een enkele reis, want we waren heel optimistisch.
Ja. Toen hebben we een enkele reis gekocht om met de trein van Schiphol naar Brussel te komen. Mm-hmm. En dat is 2,5 uur. Ja. En wij dachten, dan nemen we dus in Brussel de vlucht naar Dublin en dan zijn we alsnog eindgoed op tijd. Ja. Eindgoed, al goed. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, de trein naar Brussel hebben we gehaald, want al die dingen die gingen heel soepel. Ja. Dat is wel zo. Dus de trein naar Brussel hebben we gehaald. En ik zag op een gegeven moment een bericht dat het vliegtuig vertraagd was. Oh ja, en dat was super fijn. Dat gaf ons meer tijd. Ja, dus dat was de eerste keer, denk ik, in de geschiedenis van de mensheid dat iemand dacht, jee, vertraging. Dus we zaten in de trein en toen zei ik tegen jou van, bel toch nog even met KLM voor de zekerheid. Want ja, mocht die vlucht vanuit Brussel niet doorgaan en we zijn 2,5 uur onderweg, dan is dat misschien wel een beetje lang. Dus jij hebt nog in de trein een uur aan de lijn gezeten. Dus we waren al voorbij Breda. Toen die mevrouw bij de KLM aan de telefoon tegen jou zei... Nadat ik 2 keer was weggevallen. Ja, in een tunnel. Opnieuw bellen. Ja. Opnieuw bellen, ja. Het was een test in doorzettingsvermogen, kan ik je zeggen. Nou, de mevrouw van de KLM zei... Nee, ik ga regelen dat jullie ook nog even online kunnen inchecken... He, dan weten ze in Brussel ook dat je daar aankomt. En die vlucht, die is nog niet vertraagd, die gaat door. Nou, toen was er eigenlijk volgens mij 30 seconden ongeveer de mogelijkheid om online in te checken inderdaad, daarna. Ja. Maar te weinig om dat te voltooien, dus we waren niet ingecheckt. We waren niet ingecheckt. Toen kwamen we in Brussel aan, daar heb ik nog een versperring ondersteboven gelopen om ergens op tijd bij een balie te komen. We kwamen daar bij de balie aan, het was 5:10 en het vliegtuig zou om 6:00 vertrekken. Dus ja, je begrijpt dat we een klein beetje haast hadden en het was een chaos bij die balie, want ook Brussel was getroffen door diezelfde computerstoring. Dus er waren allerlei mensen die tickets wilden verplaatsen, maar er waren ook mensen die een taxi nodig hadden. Het was echt een beetje chaotisch. Veel ruzie om ons heen. Veel ruzie. Ja. Wij niet hoor, wij waren nog steeds ontzettend... Nou, we werden uitzonderlijk goed geholpen daar. Ja, dus, en dat is ook zo. We werden heel vriendelijk, werd er aan ons verteld dat we niet in die vlucht konden. Maar ze hebben wel geprobeerd om... Ik denk juist omdat er heel veel ruzie en spanning om ons heen was en wij toch heel kalm bleven, dat wel effect heeft gehad. Die mevrouw en die man die er later bij kwam om iets te regelen voor ons, die hebben echt heel hard hun best gedaan. Die hebben zelfs zo hard hun best gedaan dat ze met het idee kwamen van oké, dat vliegtuig dat gaat niet meer lukken, want het kan niet meer ingecheckt worden. Jullie kunnen nu naar Parijs met de TGV. Ja, en dan kun je daar kun je het vliegtuig nemen naar Dublin, want die gaat nog wel. Ja. Nou, daar hebben we 2 seconden even over nagedacht. En toen bedacht... Nee. 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 Dus dat voelde een klein beetje... Ja, we voelden ons een heel klein beetje verslagen daar. Want wij dachten, oké, vandaag naar Dublin, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. We zijn eerst gaan eten. Ik vind verslagen een groot woord. Ja, verslagen. We waren wel teleurgesteld. Ja. Omdat we dachten dat we op tijd waren voor het vliegtuig. Ja. En we mochten er niet in. Nee. Nee, verslagen is misschien het woord niet. Maar op dat moment hadden we wel zoiets van... Oké, vandaag naar Dublin gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Toen zijn we teruggegaan. Eerst hebben we gegeten. Ja. En dat was belangrijk. Want ik merkte wel dat ik daarna wel weer een beetje beter kon nadenken. Ja. Toen hebben we nog een treinkaartje gekocht. Ik moet er nu heel erg om lachen. Een enkele reis wederom. Van Brussel naar Amsterdam. En toen hebben we gedacht, dan gaan we bij Schiphol, gaan we bij zo'n balie proberen of we vanavond nog met een vlucht weg kunnen. Want van de KLM, ja. Ja, want er ging namelijk nog een vlucht om 9:45 s'avonds. We kwamen vanuit Brussel met de trein om 9:45 aan ongeveer.
op Schiphol. Ja. En alle balies waren gesloten. Ik denk dat de mensen van de KLM ook wel echt helemaal klaar waren met dit gedoe. En ze konden ook eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Bali gesloten. En toen hebben we gedacht, oké, dan gaan we naar huis. Want ja, wat gaan we anders doen? We gaan naar huis en we gaan thuis kijken voor een andere oplossing. We zijn naar huis gegaan en daar zijn we dus wel serieus gaan nadenken over wat gaan we dan met het seminar doen. Oh ja, en er was nog één ander ding. Linda en Mike hadden een ticket voor zaterdagochtend. Ja. En Linda had tegen ons gezegd, oké, jullie nemen onze tickets. Ja. En dan ruilen we die om en dan gaan jij, dus Brian en ik, naar Dublin. En dan waren Linda en Mike thuisgebleven, wat heel jammer was geweest, maar dat was een, op zich een heel goed voorstel. Ja, we hebben allerlei verschillende scenario's bedacht die allemaal eigenlijk niet mogelijk waren. Nee. Want KLM zei meteen, nee, dat doen we niet. Een ticket kan je niet van naam veranderen. Dat... Oh ja, en trouwens, dit is totale overmacht. Dus op een vergoeding of restitutie of wat dan ook kun je ook niet rekenen. Nee. Dus wat je ook doet, het is helemaal op je eigen konto. Ja. Oh, oké. Het enige wat je kan doen is, want ze hebben ons wel alternatieven geboden. Eén alternatief was op zaterdagavond een vlucht. En een ander alternatief was op zondag een vlucht. Maar dat was voor ons geen optie, want wij hadden een seminar te doen. En wij hadden daar al op zaterdagochtend moeten zijn. Liever op vrijdagavond, maar goed. Toen we thuis waren, begon eigenlijk alle communicatie, ook met Ierland. Van ja, goh, het zou kunnen zijn dat wij niet komen. Ja. Nou, dat was ook allemaal heel vervelend, uiteraard, want er zijn een heleboel mensen die op ons rekenen. Nou ja, er waren sowieso in één keer heel veel consequenties die in beeld kwamen op het moment dat we even thuis waren. Ja. De tassen hadden neergezet waar we de hele dag mee hadden lopen rondsjouwen. Sjouwen, ja. En uiteindelijk, de volgende ochtend hebben we een kans gezien, een mogelijkheid gezien om het uiteindelijk alsnog te regelen. Zijn we later op de ochtend alweer naar Schiphol gegaan, vliegtuig gepakt. En uiteindelijk zijn we, ja, ik wou zeggen wel op tijd. Kwartiertje te laat? Ja, hooguit. Maar, hooguit. Omdat wij een kwartiertje te laat daar waren en het was eigenlijk al bijna, het leek onmogelijk dat we nog zouden komen, maar we waren er toch, kregen we wel applaus toen we binnenkwamen. Ja, dat hebben we nog nooit gehad. En we hebben twee fantastische dagen beleefd. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar de kant van Mike en Linda. Want zij waren hier. Zij hadden op schema staan het vliegtuig. Dat leek allemaal goed te gaan. Uiteindelijk is dat ook allemaal goed gegaan. Ja. Maar ja, er is wel even wat aan vooraf gegaan. Wat is voor jou de belangrijkste? Er zijn heel veel dingen hieruit voortgekomen. We hebben heel veel interessante lessen hieruit kunnen halen. Maar wat is voor jou een van de belangrijkste? Als je kijkt naar vooral die vrijdag. De stress, de hele situatie. Wat is voor jou persoonlijk? Wat heb je eruit kunnen halen? Want ik zie dit wel echt als een masterclass geduld. Loslaten. En ik denk het allerbelangrijkste. Dat gaat echt even een beetje helemaal erg over de top klinken misschien. Maar het allerbelangrijkste is dat jij in mijn hoek staat. En ik in de jouwe. En dat we het samen hebben gefixt gewoon. Dat we hebben bedacht, oké, wij moeten morgen in Dublin zijn. En we doen al heel veel samen. En we werken samen. En we werken samen aan een bepaalde toekomst. En dit was echt een soort van, oké, nu zit je in een soort snelkookpan. En de druk loopt op. En wat doe je dan? Want ik denk dat dat een soort test ook is voor alle andere dingen die we samen ondernemen. Als het gaat om de business dan. Ja.
Want we staan in één keer te kijken naar, oké, misschien moeten we straks al die mensen hun ticket terugbetalen. Of misschien moeten we, weet je, al die stress die dan is, want dat is het gevolg van dat je niet op tijd op je webinar kan zijn. Ja. Je denkt aan je imago, je werkt zo hard om een bepaalde geloofwaardigheid te hebben, om te laten zien dat we iets te bieden hebben en wat we te bieden hebben. En dan zou dat, doordat je een keer te laat bent of zo op je eigen feestje. Mm-hmm. Er stond heel veel op het spel. En ik vind dat we dat echt, echt, echt zo goed gefixt hebben samen. Er zitten nog steeds zware consequenties aan. Een aantal daarvan daar gaan we niet onderuit komen. Dat is een feit. Want dat is wat erbij komt kijken bij zoiets. Maar ik denk dat het belangrijkste inderdaad is dat we heel, heel kalm zijn gebleven. En nu achteraf, ik bedoel, het is nu dinsdag. Je kijkt naar buiten en het is alsof er nooit wat gebeurd is. Nee, het is heel gek. Ja. Het is midden in de vakantie, dus we hebben ook heel weinig contact met mensen nu. We zijn ook voor de trainingen even dicht. Dus het is net alsof er nooit wat gebeurd is. Dat is ook heel apart. En daarom wilde ik dit ook eventjes in een audiovorm vastleggen. Gewoon puur ook voor onszelf. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ik ben heel erg gewend om onder druk te staan. Je zet jezelf altijd onder druk. En als dingen niet lukken, dan... Ik heb daar een bepaalde manier voor gevonden om daarmee om te gaan. En ik heb dit ook als een interessante les ervaren. Oké, wat gebeurt er nu als het helemaal buiten jouw eigen bereik ligt? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met die teleurstelling om? En wat kan je daaruit halen? En hoe ga je daarmee om? Heel interessant. Ik ben heel benieuwd naar wat Mike en Linda erover te vertellen hebben. Dus die ga ik heel snel uitnodigen en vragen hoe dat voor hun was. Lijkt me interessant. Ja, mij ook. Fijne vakantie. Ja, jij ook. Vrijdag 19 juli dus. Wat een dag. Een masterclass in zen zijn. Meditatie in beweging van vertrekhal naar vertrekhal. Van station naar station. En van de ene informatiebalie naar de andere. Soms leer je en soms win je. Maar deze dag was een aaneenschakeling van unieke leermomenten. En hebben we onszelf en de situatie overwonnen. En uiteindelijk met het verzorgen van een zeer goed verlopen event zijn we binnen onze eigen marges van balans gebleven. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het meeleven en graag tot Rolls.